We gaan nog eens kijken naar de hoogtepunten met Brand met een sterke start. Dat had dus alles te maken met die bonificaties. En Brand ging zo sterk weg dat ze daar met een verschil op de streep die 15 seconden wegkruiden. Voor Alvarado, die dacht er nog 10 mee, maar dat was omzonst, maar dat zou achteraf pas blijken. Kastelein wist de meubelen te redden, maar dat kostte dan toch wel wat moeite. Op dat moment was Brand al alleen leidster in dat klassement van de X2O. Het tempo werd dan wat gedrukt. Daardoor kwamen ze met een pelotonnetje samen van 5. Sanne Kant, de Belgische kampioene, daar in 7e positie. En goed voor haar, ze zou die plek nog gaan verbeteren. Hier is het kantelpunt van de wedstrijd. Alvarado, krak. Alles blokkeert, wat later zou ook het wiel blokkeren. Ontredderd. En dan ja, de klus maar afmaken zeker. Een soort vervroegde tapering of inzetten. Ondertussen gaat de strijd door. Bitsema, mankeliek gestart naar de kop. Profiteert van een momentje stilstand van Brand om de boel over te pakken. En rijdt weg. Als standspecialiste is dat natuurlijk een ideaal moment. Ze heeft het pad voor zich alleen. Sanne Kant op karakter. Weer bij de topvrouwen. Zij glipt weg en doet dat met bravoure. Dus zandles geven. Kant kan dat ook. Heeft Kay achtergelaten. Heeft ook Kastelein achter zich gelaten. Ook Van Empel kan dat tempo niet volgen. En dan die slotfase die toch nog prangend wordt. Brand, die een tijdje op 11 à 12 seconden hangt, ziet plots dat het verschil kleiner wordt en komt dan nog akelig dicht. Ook dit was weer zo'n moeilijk moment. Het verschil werd dan herleid tot 4 seconden, volgens de krone van Paul Herijgers. En dan hier de streep. Gelukkig lag die een beetje dichter dan wij vermoeden. En was het voor Bitsema. 1 Bitsema, 2 Lucinda Brand. Conclusie, cross bij de vrouwen is altijd interessant.